je kunt ze afwassen, maar je krijgt ze gewoon terug. Akkerbouwer Nico Hogendoorn uit Slootdorp zit met tonnen broccoli in zijn maag. Een groot deel van zijn oogst is bijna onverkoopbaar en dreigt te eindigen als veevoer. Wij staan soms verbaasd waarom wij producten terugkrijgen van sommige klanten. Want wat scheelt er dan aan? Als er een klein plekje in zit en een schimmelpluisje of een insect, een larfje, dan krijgen wij ze daar teruggestuurd. Het is net als met sla met luizen. Ja. De koelcel staat inmiddels vol kisten met niet zo perfecte broccoli. Groenten die de consument niet wil hebben en de supermarkt niet wil verkopen. Kijk, dit is te kleine broccoli zoals je ziet. Ja, dit is gewoon het gevolg van het magere weer van de afgelopen tijd. Veel regen, te nat gestaan, zodat de wortels geen zuurstof genoeg krijgen. En hier gaan we het uitsorteren wat we nog kunnen gebruiken en de rest gaat gewoon weg. Is dit de enige kist? Nou ja, hier staat een hele rij. Ik denk dat ik nu zo'n beetje 20 ton van dit spul heb staan. De organisatie No Waste Army, die strijdt tegen voedselverspilling, heeft al aangeboden een deel van de broccoli-oogst op te kopen en te verwerken tot bijvoorbeeld soep. Ja, zo proberen we toch de voedselverspilling enigszins de goede richting in te krijgen. Ze zijn niet mooi, ze vallen niet volgens de specificaties wat de klant wil. Het smaakt even goed, Lisa. Ze smaken misschien wel beter. Het is gewoon doodzonde. Nou, gelukkig voor Nico is het grootste deel van zijn broccoli-oogst wel perfect. Die komt niet terug? Nee, die komt niet terug. Nee, kijk. Zeker weten we niet.